Wat is je cupmaat? Dat vraag ik niet. Niet dan. Ik ga niet mijn schoenen poetsen voor een boy. Ik wil even liefde zien, man, boys. Het is een match. Listen, het korte parel, I could take this one. Oké! Okay. Yes, it's a match, I'm right. Yo, what good guys? Vandaag gaan we weer een banger maken. Deze video wordt gesponsord door Couture. We gaan Find Your Match op basis van kleding NL-editie doen. Let's go. We hebben vandaag mooie heren, mooie dames, maar we gaan het niet doen op uiterlijk. Nee, we gaan ze kiezen op basis van kleding. Zijn jullie allemaal een beetje ready? Yes, sir. We gaan even de eerste jongen al uitkiezen, of dame. Laten we beginnen bij de heren. Ja toch, wat is je naam, bro? Mijn naam is Haroun. Spel het even, bro. H-A-R-O-U-N. Ja toch, let's go, let's go. Oh, een beetje glimmer. Ja, hij is een glimmer, maar het is niet mijn ding. Het is te bloot. Ja. Nee, man, die schoenen. Nee. Die schoenen? Nee, kan nee, die schoenen? Niet. Nee, kan niet. Oh, dear. Doe eens even een rondje. Nee, dankjewel. Deze is wel fit, ja. Doe jij ook even een rondje? Ja, wel. Oh, jawel, deze is goed. Deze is wel goed. Oké, deze. Het is wel mooi, maar niet ding. Haar benen en haar armen zijn twee verschillende kleuren. Huh? Wat zei je? Die kleurverschil zie je niet. Ik ben kleurblind, hè, bro. Ja, ik ook. Maar dit zie ik wel. Deze dan? Nee, niks voor mij. Deze. Nee. Nee, echt niet. Ja. Ik hou er niet van. Dus voor alle dames, kies jij nummer? 4. Nummer 4. Nummer 4. Oké, kom even dichterbij. Ja, toch? Laat even zien hoe chatje je bent. Mm-hmm. Oké, dame. Ja. Ja, is het een match? Nee. Bro, ja, nu mag je even langs alle dames lopen. Uh-huh. Kijken of je toch voor eentje wel een match bent. Oké, dames, kijk goed. Mooie brakka flair pants, geloof me. Lange brakka met die high top. Is hij voor een van jullie een match? Nee, niemand? Ja, bro. Volgende keer beter. Geen stress, bro. Gaat gebeuren, hè? Thanks voor je tijd, bro. Even een applausje nog steeds voor hem. Helaas geen match, maar we gaan door. Er zijn nog veel dames, veel heren. Laten we dan bij de dame beginnen die nee zei. Oké, ik hoor je. Ik ben Tatum, 24. Ziet er leuk uit. We gaan bij nummer 1 beginnen. Balenciaga uit Senegal. Balenciaga vind ik niet zo. Nee. Nee. Wat moet je meebrengen met die spat, hè? Ja, maar met die schoenen. Maar die schoenen heeft hij aan. Oké, okay, volgende. Sorry, hey, zie je dit merk? Ja. Als je dit niet aan hebt, ben je niet daar. Nee. Nee. Deze. Boek omgedraaid. Heeft een beetje stijl. Denkt, hé, hey, anders zijn dan de anderen. Nee, het is niet. Te fit? Alles. Ja, het is niet alles, helemaal. Ja. Kijk hier zo. Ik zie je grote voeten. Dus, ja toch? Het is wel netjes. Maar, zie daar een rolie of zo? Laat even zien, nee. Het ziet er wel netjes uit. Oké, dan hebben we nog nummer 6. Man staat al red. Hij doet modeshow. Ik hou wel van de schoenen. Oké, dus voor alle heren die je nu hebt gezien, hè, welke zou je een match mee willen zijn? Of is er geen match? Ik twijfel tussen 5 en 6. Oké, ik hoor je. Maar als je toch moet kiezen, toch? Dan hebben we hier een stylish. Ja, toch? Zakelijk. Heeft ze baan op orde. Dan hebben we hier een guy. Stylish, maar heeft 7 baby mamas. Waarschijnlijk. Ja, ik ga denk ik dan zou ik hoor. 5. 5, oké. Okay. Zou je een beetje dichterbij willen komen? 5, hier even een rondje of iets? Ja. Oké. De schoenen zijn wel clean. De broek is ook niet te groot. Zover ik zie wel stabiel. Dus is het een match? Dat is de enige vraag die we willen. Nee, en de reden daarvoor is, ja? Ze heeft spijkerjasje op spijkerbroek en dat is gewoon niet, dat is gewoon nee, gaat kwijt. Doei. Ik wil je wel bedanken voor je tijd. Helaas weer geen match, maar dat maakt niet uit, want ik zie nog een paar, je weet toch, toppertjes tussen staan. Laten we dan bij de meneer, de zakelijke meneer, kom maar even naar voren, bro. Oké. Ik ben Giovanni, 19 jaar, op social media maak ik vooral fitnesscontent. Ben ik gewoon om te kijken of er een match is. Oké. Is een heftige outfit. Heftig is toch goed, bro? Ja, je hoort me niet klagen. Ja, schoentjes wat bloot, maar nagels zijn mooi gedaan. Inderdaad, mooi de nagels gedaan. Voor de rest ziet het er wel goed uit. Dan hebben we hier mevrouw. Ik zie de Air Forces, of wat is het? Ja, gewoon de Nikes. Wel clean, niet vies. Dat is vaak een goed punt. Als ze vies zijn, dan is het meestal ook... Ze zijn wel clean. Dus is clean. Oké, dan hebben we hier dame nummer 3. Mooie jurk, goed gecurved. Vandaar ook de voetjes. Ik zie, nagels zijn wel niet gedaan, maar... Maar dat kan jij toch doen, bro? Nee. Jawel, je moet zeggen, hey, ik doe dat voor je. Als je dat wil, kan ik het doen. Papi. Maar het ziet er gewoon goed uit. Gewoon steady. Dan hebben we nummer 2. Cargo. Jasje. De schoenen wel een beetje vies, maar daar kan ik niks aan doen. Die ga ik niet schoonmaken daarentegen. Voor de rest, cargo's. Ik vind cargo wel vaak mooi bij dames. Dus, Laatste. Spicy. Heftige schoenen. Spicy noodles. Inderdaad, de schoenen zijn wel anders dan de rest. Maar aan de ene kant ook wel weer goed teken. Ik zie inderdaad de armband, de nagels gedaan. Ja. Ik heb wel een vraagje, dame. Wat is de reden dat je je schoenen niet hebt gepoetst? Ik ga niet mijn schoenen poetsen voor een boy. Je doet het toch voor jezelf? Het is gewoon jouw uiterlijk hoe jij eruit ziet. Nee, maar ik ga niet elke keer dat ik naar buiten ben geweest mijn schoenen schoonmaken. Ik had ook mijn Jordans aan kunnen doen, maar ja, je weet niet waar je in terecht komt. Ja, oké. Iedereen zijn eigen ding. Oké, voor alle mooie dames, alle toppertjes, wie is voor jou een match? Wie zou je zeggen? Jou? Je hebt nu kleren, dat wil ik uitkleden.
Aan de ene kant, qua match zijnde, denk het niet. Maar qua uiterlijk wat ik hier zie, zou het dan nummer 5, toch? Of 6. Nummer 6. Dus nummer 6 is voor jou een match? Ja, ik weet niet. Als ik zou moeten kiezen, zou het nummer 6 zijn. Je mag ook zeggen geen match. Mag ook. Nee, ja, dan geen match toch. Iets te veel kan je zien. En wat ik hier zie is zo niks meer match. Maar anders zou dit jouw match zijn? Anders zou het nummer 6 zijn. Ja, zeker. Maar toch, dame, ik zou wel willen vragen wat je van zijn outfit vindt. Of dit eigenlijk, als hij had gezegd dit is een match, of dit jouw match was. Het ziet wel netjes uit. Mm-hmm. Maar de enige ding wat schoenen, ja, vind ik niet zo. Hij heeft grote voeten, daar gaat het om. Maar hij zei op een fitnessen, daar ben ik wel geïnteresseerd. Mm. Zie je droomvrouw is gewoon weg nu door jou. Want jij niet wel, omdat jij niet wel, bro. Helaas. Toch wil ik je bedanken, bro. Dankjewel. Je fit is low. Applausje nog steeds. Deze video is vandaag gesponsord door Couture. Het beste merk wat je kan hebben. Kijk hier zo. Je moet nu gewoon naar de beschrijving gaan, gelijk deze kleren halen. Want ik zeg je eerlijk, ik neem het nu. Ja, toch? Dus als je net zo snel wilt zijn als ik, geloof me, dit is een outfit. Kijk hier zo, ik ben gelijk chachi. Daarom die zagen ook, beste drip heb ik. Dus ga nu naar de website, link in de beschrijving. Dan zie ik jullie binnenkort, man. Het lijkt alsof ik geen Cupido ben vandaag. Ik wil even liefde zien, man. Boys, waarom zijn jullie zo gemeen? Zijn jullie zenuwachtig? Nee, toch? Hi. Mag ik ook meedoen? Nee? Ik zou misschien wel kiezen. Nee, ik ga weer van het padje. Ik ben Maria, ik ben 23 jaar en ik ben danseres en model. Ik ga niet naar je kijken, boys. Nummer 1. Ik hou niet van die broekstijl. Nee? Nee. Het is gewoon die wash, weet je wel. Die grijs met een, die scheurtjes. Ik vind het niet zo. Maar je kan toch ook een nieuwe broek voor hem kopen? Hij kan toch zelf. Ik kan met hem gaan. Ik kies. Ja? Maar hij moet het zelf betalen. Oké, de volgende. Beste merk wat er is op de markt. Wacht. Ja, okay. Ik zou het doen, hoor. Ja. I like, zeg maar, de color. Matcht met zijn huidskleur. Yes. Ik hou gewoon niet van haar. Je hou niet van haar? Nee, hij heeft veel haar op zijn. Maar het gaat om de outfit. Het gaat niet om de haar. De outfit is, ik vind het, ja. Behalve de schoenen vind ik niet zo. Oké. Ja. De volgende. Andersom broek, wat anders zijn? Dat, nee. Sorry. Nee, ik vind niet zo. Niet mijn stijl. Niet nee, stijl? Niet mijn ding. Beter gewoon thuis laten dat. Ja. Snap ik. Mm-hmm. Oké, en dan hebben we hier nummer 6. Nummer 6, maar toch niet voor haar. Kijk hem! Oké. Ja, gewoon comfy. Gewoon comfy. Ja, die schoenen is giving. Mm, ja. Die schoenen zijn gewoon... Ja, die zijn clean, die zijn goed. Ja, I like it. Maar ja, het is gewoon simpel. Ja. Het is gewoon simpel. Ja. Maar simpele guys zijn ook beter, toch? Je wilt toch niet toxic mannen die hun broek omdraaien? Ja, maar... Snap je? Ik ben niet simpel, dus ik moet ook iemand hebben die een beetje extra is, weet je wel? Je hebt hier 4 mooie heren gezien. Ja. Welke is voor jou een match? Geen. Als je toch moest kiezen? Ja, I like the energy. Dan ga ik voor de laatste. Ja? Ja. Dus we doen gewoon een match. We gaan een match. Oké. Maar ben ik een match voor hem? Wow! Lady, wow! What is this beauty? Wow! Lady, mag ik even, voordat we beginnen, mag ik je nagels zien? Mag ik je nagels zien? Mm. Ze zijn uitgegroeid, maar... But I like it, I like it. I like it. Mm. Wacht, even kijken of die voetjes zijn gedaan. Mm. Voetjes gedaan, nagels gedaan. Schat, jij krijgt een 10 van mij. Voor nu, weet je toch? Ik zie nog niet alles. Vertel me, je bent danseresser? Ja. En wat voor danseresmodel gooien? Dat kan zo meteen, bro. Dat kan zo meteen. Nee, maar ik wil al die juice weten. Ik wil al die juice weten. Mijn hoofd is heet. Oké, schat, ik loef het. Je bent een beetje, hoe heet het ook weer, light skin. En daar heb je die brown als oudje. Dat matcht goed, dus dat loef ik. Even kijken hier. Ding. Doorzichtig, oké. Maar die onderkant is wel van beige. Ik loef dat. Je kan goed matchen. Dat loef ik. Want ik vind het wel belangrijk als ik een mooie dame kies, dat ze goed kan matchen. Yes. I like it. Maar mag ik... Ja, ik wil eigenlijk een brutale vraag stellen, maar ik weet niet of ik het mag stellen. Als jij nu zegt het is een match, mag je zo meteen een brutale vraag voor mij stellen. Oké, is goed. Dus is het een match, bro? Het is een match. Oké. Kom. Deze lady, wow, schatje, ziet er echt goed uit. Damn. Wow. Wow. Wacht. Even een dansje. Dale mami. Ze is een 10. Ik... Broer, vind jij er geen 10? Hé, bro, eerst wou ik het, hè, maar... Hey, we gaan matten. Sorry. Je mag mijn brutale vraag van me stellen. Oké, ik mag die brutale vraag stellen. Schat, ik wou het net zeggen, maar nu zie ik je in de ogen, dus nu moet ik het nog steeds zeggen. Je hebt een hele mooie inkijk. Wat is je cupmaat? Dat vraag ik niet.
Sorry schat, ik ben brutaal, jee toch. Maar ik wou, het zat echt op mijn chest, echt op mijn body, jee toch. Maar moet je het weten? Because they are beautiful. Dat weet je genoeg. Ja, maar schat, je hoeft het niet te zeggen, maar ik wou het gewoon zeggen omdat het, they are beautiful. Beautiful. You know? Beautiful. Ja, maar hij zegt gewoon eigenlijk, weet je, als je wilt, ik doe nog een grotere cupmaat. Hij wil gewoon weten hoeveel is het, ik doe het meer. 10 keer meer. Hoeveel denk je? 80E. Bijna. Ben ik in de buurt? Ja? Kleine of grote? Kleine of grote? Kleine. 75E. Nee, het is wel 80. Maar 80 de cup. Wat is de cup? 80. Wacht. Ik moet even fantaseren. Hoe weet jij dit, bro? Nee, maar bro, ik ben Bobby, man. Ik ben Bobby, man. Ik heb ook, oog voor ik Bobby. Ik ook, nee, toch, bon billen. Shut up naar die chest, toch? D. Ja. Yeah. Oh, oké. Okay. Hey. Ik heb een vraag voor jou. 1 op 10, wat voor cijfer zou je deze mooie jongen geven? Voor zijn outfit? Alles, zijn hoofd. Oh, wacht even, dan moet ik wel even rekenen. Wacht. Rekenen? Je moet gewoon zeggen, is die lekker, ja of nee? Zijn stijl is een 7. Mm-hmm. En zijn hoofd? Gewoon eerlijk, schat. Weet je toch, we zijn gewoon eerlijk. Als ik gewoon niet je... Ik val meer op white boys. Echt waar? Ja, serieus. En waarom val je meer op white boys, als ik dat het mag vragen? Het is meer white dan light skin. Light skin is de max. Je bent wel light skin. Mm-hmm. Maar ik weet niet. Light skin is best. Ja, schat. Je bent... Ja, dat zeg ik dan. Maar ze zegt het wel respectfully. Okay. Ik like het wel. Okay. Maar ga verder. Laat de dame weer verder praten. Dus maar is cijfer. Van mij is geen match. Geen match? Nee. Geen match. Nee. Maar I like your vibe. Ja, de vibe. I like that vibe. Ja, dame, dan heb je vandaag geen match, maar ik zie jou zo meteen, dus ik zou je voor me weg gaan. Dat is goed. Doe. Maar ik heb het een beetje warm, hè? Ik hoor je. Heb je een ventilator? Nee, ik heb geen ventilator. Ik heb het warm. Het komt door de modelletjes. Voor of achter beginnen? Ik wil bij deze beginnen. Niet deze. Deze dame beginnen. Deze dame beginnen. We zijn respectfully. Maar let's go. We gaan het laten lukken. Broer, ik ga je nu zeggen. Nummer 1. Melanin Queen. I like Melanin Queens. Because it's the culture. We komen allemaal van de Bijlmer. Weet je toch? Ik kom van de Bijlmer. Weet je toch? En she is Melanin. I like Melanin. Oh, ja. En de nagels zijn wel comfy. Laat me zien je nagels, schat. Oeh. Oh, I like it. Maar die dingen zijn wel gecoverd. Dus ik zie niet de voeten. Maakt niet uit. Maar schat, mag ik je voeten zien? Can I see your feet? Because your feet is covered by the shoe, you know? No. Why, lady? Dan is het een jai. Volgende. Even kijken. Wacht. Iedereen shirt heel veel. Broer, ik ga het even fixen. Ik ga het fixen. Hey, gentlemen! We moeten het regelen toch? We moeten het goed regelen. Die atap moet schoon zijn, anders kan ik het niet reten. Oké, die zijkant is wel beter. Zak je voet, schat. Oké, de rondingen gaan zo. Gaan zo. Het is een soort van een peach, you know? You need to like it, eat it like a peach. Net als een unchi. Oké, je nagels. Maar jij kan het ook doen, bro. Jij kan ze ook doen. Ja, maar ik heb niet elke dag elke week 50 euro voor. Dus dat is wel een jai. Sorry, schat. Ik zeg je eerlijk. Ik ga je wel jaien. Broer, nagels is belangrijk. Ik hoor je, maar... Stel je voor, je krijgt die nek, hè. Dan moet je goede nagels hebben, hè, toch? Ja, man. Ik hoor je wel, man. Ik zeg je eerlijk. Oké. We gaan volgende. Schat, doe je been omhoog. Be a girl. I'm not dark, so okay. You can move on. I want to see it. Make a round. Rondje. Round. I'm good. No. Energy. Oké, even kijken. Dus dan gaan we in de minuten moeten doen. Want ja, ik wou al een compliment geven. Ik zie al een beetje volle benen en ik hou van mitty. Ik hou echt van mitty. Je houdt toch van? Ja, maar als je mitty hebt, heb je ook gelijk grote... Ja, je toch? Nou, niet allemaal, maar kon je. Je toch? Maar nee, deze wou niet de energy. De nagels zijn niet gedaan. Jouw vibe, het meeste haar. Ja, maar weet je wat het is? Die atap is fire. Dus je komt hier met een fire atap. Is heet. Staf jullie me? Die atap moet wel geregeld worden. Kijk, ik zou eerder... Melanin Queen kiezen. Melanin Queen! Oké. Let's go. Hi. Melanin Queen, you must to say good, no good. Match or no match? Alright, come I like the outfit. And I promise you, it's nice. It's a nice boy. Well, I like the color of the shoes. Do you want to touch it? Touch it for me. I don't know. He speak very hard, no? It's too much for me. It's normal. In the Netherlands, we are hard. Okay. We direct, baby. If you are from London, I can also play gentleman. I bring you red roses. I can bring you to Harbor Club, you know? I can bring you everything. Hij heeft geen 50 euro voor nagels, maar hij kan er wel naar Harbor Club meenemen. Hoe dan? Maar zijn niet elke week. Niet elke week. Hoeft toch niet elke week naar Harbor? Gewoon één keertje, toch? Nee, hey.
wacht even. Ik wil dit wel even repareren. Voor Melanin Queen, I have money for every week for the Harbor Club. If you go easy, we go to dinner. You pay all or I have to pay also? Baby, let your wallet home. I fix it. No words to explain. Oh. So it is a match. Okay. It's a match. It's a match. Baby, baby, if you in shock, I can pick you up with my yellow Fiat 500. My yellow girl. The name is Charmaine. Charmaine. It's a match. Come, come here. Melanin Queen, come here. Spring in his arms. Whoa. Oh. P.U. on his mouth. You need I'm wake up a little bit. Wait. Melanin Queen, you're... Whoa, baby. Melanin Queen, yeah. Okay, but now I see you look very young for me. How old are you? How old do you think? 25? Older. Really? Aye. Yes. You look good. Eh? Yeah. But how old do you think? 29. Yeah. Correct. All right. Yes. We're going to stop this small talk. I see you like his face, everything. Mm-hmm. So I think it's a match. You all like right? it? Yes, sir. I want to tell you something. I'm a color grade influence, you know? Okay. Like yellow. Yellow on yellow. Yeah. Yellow. Nice and yellow. It needs to be a combination, you know? Yeah. But I like also your style and your nails. I really like it. I like this. Oh my God! She got bunda! Who has that? Damn, Melanin, you are a match. All right. Give me a hug. All right. Applause. We have a match. All right. Take each other's hands and go to the sun. Let's go. You go for the dinner. Hey, okay. I will bring you to the Harbor Club. Okay, Let's go. Boys, eigenlijk waren jullie weer aan de beurt. Maar ik denk, ik ben DTO. Ik switch alles op. De dames gaan weer even beginnen. Dus dame, nummer, ik weet niet wat je bent. Gewoon vieze patta. Dankjewel. Kan je jezelf voorstellen? Hi, ik ben Rachel en ik ben 19 jaar. Oké. We hebben hier nog 3 mooie jongens over. Waarom staat hij andersom? Omdat iedereen een beetje boos op hem is dat hij zeg maar verkeerd om broek aan heeft. Oh, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Oh, het maakt daar niet uit. Terugdraaien. En begin maar met vuren. Nou, ik vuur niemand. Ik vind jullie allemaal heel leuk hoor. Ja, nee, die broek is een beetje te strak voor mij. Ik heb een lossere broek aan dan hij. Dus hij is eigenlijk meer feminine dan ik, jij? Ja, we moeten eigenlijk switchen van broek dan. Nee, maar dat is die nieuwe stijl. Kijk, je loopt nog een beetje... Nee. Dit was... Nee, nieuwe stijl is wij de broek. Nee, dat was gisteren. Geloof me, dit is nieuw. Rot op, man. Oh, zo. Hey, wil je wegwezen? Oké, dan hebben we hier zo losjes. Oké. Ja. Ja, ik hou, ja. Weet je, ja, ik heb ook een beetje... Ja, nee, helemaal niet. Nee, die kleur is gewoon leuk. Maar ik, ja, hij had wel liever een lange broek van mij mogen aantrekken. En dan hebben we hier de jongen die een beetje... Ja, nee, die zilveren dingen zijn het niet voor mij. Nee. Sorry. Maar nu niet. Kijk daar. Oké, dan. Het is weg. Nee, ik vind die Jordans wel heel mooi. Dus dat wil ik even meegeven, maar het is geen match. Sorry. Dus voor alle jongens, vind je zijn outfit het mooist, toch? Ja. Oké. Jongeman, wat vind je van de outfit? Ja, hoe lang heb je je schoenen al? Niet zo lang. Maar nee. Hij gaat schoongemaakt hierna worden. Ja, nee, maar ik loof dat je scheid hebt om gewoon te komen met deze patas. Oké. Is het een match voor jou? Kan je even een rondje doen? Een rondje? Ja. Kijk je nagels. Ja. Ja, is een match? Oké, we hebben weer een match. Nee, hallo, ik heb niet gezegd dat het een match was. Ik vond zijn outfit leuk, maar het is geen match. Ja, maar dat is... Geen match. Nee, wacht. Ja. Heb jij nog niet geabonneerd? Heb je nog niet gelijk? Doe het dan snel, want deze video is een banger. Geloof me, ik zie jullie weer. Jij vroeg, zijn outfit vind je het mooist? Ik zeg ja, ik zeg niet. Ja, het is een match. Ja, maar voor alle outfits dan is hij de match van de outfit. Dus dan mag hij toch even naar voren. Oké, laat hem maar naar voren komen. Jongeman. Oké, papi. Kijk even, rustig. Wacht even. Wat vind je van haar? Of wat vind je van hem? Mooie ketting. Dankjewel. Hij heeft ook een mooie ketting. Ik weet niet, ik heb weinig toe te voegen eigenlijk. Je vindt niks leuk. Oh, jawel hoor. Maar ik heb het al gezegd dat ik het loef gewoon. Oké, 1 op 10. Gezicht, alles, wat denk je? Moet ik zeg maar nu eentje aankijken of zo? Even kijken. 1 op 10. Even kijken. Je geeft een 8. Een 8? Oké. En hem? Qua gezicht en alles erbij? Ik loef de tattoo ook trouwens. Die tattoo? Ja, het is niet een type waar ik normaal op zou vallen, maar hij ziet er gewoon goed verzorgd uit. Dus ik zou ook zeggen een 8. Oké, een 8. Maar de enige vraag die we eigenlijk willen stellen, is dit een match voor jou? Nee. Is het een match voor jou? Nee. Dus het was gezellig. Oké, wel een applausje voor de...
Jongeman, mijn broeder. Stel jezelf even voor ook, man. Oh ja, Chaboy Tambi, 18 jaar. En ja, dat is het eigenlijk, man. Oké, wat doe je zo Noordja, bro? Wat doe je nou zo Noordja? Die vader had me geleerd om Noordja te zijn, dus. Oké, we hebben hier nog 2 prachtige dames. We hebben niet veel meer. Oké, we beginnen bij deze. Wat vind je hiervan? Het lijkt alsof je nagels wat heiden, maar ik weet niet of dat de bedoeling was. Oké, maar ja, van deze? Ja. Maar, ja, toch? Ja. Oké, kijk aan. Ja. Ziet er wel mooi uit. Nou, ze kunnen beter, maar... Je toch? Jij kan het regelen. Jij bent die guy. Als dat moet, dan moet het, hè. Even een rondje draaien. Oeh! Bakka? Ja. She got bunda. Ja. Oké, dan hebben we hier zo. Ja. Oh, die scot je gewoon. Oh, ja, ik heb weinig toe te voegen. Ja. Zijn dat basketbalschoenen? Wat is dat eigenlijk? Nee, wacht, ik vraag... Nee. Wat? You speak basketball? Oh, you English. Is it baseball shoes? Are shoes for walking? Work shoes. Maar het is voor walking. Walking. Oh, walking. What is good? I say pass. Oh, wat hè? Oh, pass. Smash pass. No pass. Alright. Oké, maar als die een pass is, dan is dit dan een smash. Dan is dit wel je. Oké. Maar je moet ook wel dat zij jou mooi vindt. Ja, ik loef de kleur van de kleding. Echt zo lekker zomers en zo. Zo spontaan. Ja, vind ik leuk. Ja. Hou ik wel van. Mag ik wel iets over mijn nagels zeggen? Want iedereen zegt wat over mijn nagels. Wat is er met je nagels? Ja, ik werk gewoon heel hard. Nee, ik schaam me niet al. Ik heb niks over je nagels gezegd, of wel? Nou. Maar ik fix ze wel voor je, dat komt goed. Oh, jij fix ze wel. Ja. Oh, laat eens je ring zien. Zo mooi. I love it. Oké, dus is ook een match voor jou. Als ik nu nee zeg, zou het wel lullig zijn, hè? Ja. Dus bij deze is het een match. Het moet geen geforceerde match. Nee, ik zeg ja. Nou, nu wil ik niet meer. Nee, is goed. Het is een match. Oké, kom maar naar voren. Kom nou naar voren. Hi. Lara. En wat vind je daarvan? Ja, ik heb geen foute keuze gemaakt. Oké, en jij? Hij is wel een beetje jong. Nee, hij is oud. Oh, hij, nee, maar hij is 25. Ik val op oudere dames. Nou, zo oud ben ik ook weer niet, hoor. Hoe oud ben je? Ik ben 21. Okay. Hij is 25. Hij is 18, zei hij net. Nee, ik ben 18. Oké. Okay. Dan lijkt de chain al zo. Het is echt leuk. Maar 1 op 10 cijfers als je zoveel mag zien. Waarom dan gelijk zo? Ik geef het een goede, stabiele 8.3. Van waar komt die 0.3 samen vandaan? Ja, proportioneel wil zijn, toch? Okay. Dan geef ik het een 8.5. Oeh. Hey, ik heb weer veel geleerd, hè, bro. Dus we kunnen zeggen, het is een match. Ja, ja hoor, voor mij wel. Ja, voor mij ook. Oké, pak elkaar eens hand. Geef elkaar een knuffel. Oké. Let's go. Oh. Oké, mijn zoon is gewoon weg. Hij heeft de vrouw van zijn dromen gevonden. Maar nu is er nog 1 dame. Dame, zou jij even naar voren willen komen? Oké, English, how are you? I'm good, I'm Eva. Alright, what's your name? Eva. Eva, alright. We have 2 guys here. They're beautiful, I think. You can pick Mike first. Good? No good. They look almost the same. They have the same style. But what do you have about him? He's a bit too thin for me. Too thin, so yes. Like too strak. No, slim. Slim? Niet dik genoeg. Je praat Nederlands? Een beetje, ja. Waarom praat ik Engels met jou? Oh, is goed. Niet goed. Maar kijk hier, dit is wel een beetje losjes toch, schat. De kleding is goed, maar... Beetje te strak. Ja. Maar dat kan jij hem leren, toch? Je moet meer eten. Meer eten. Meer eten, Bik. De volgende. Ja, ik vind hem goed, ja. Hè, ben je goed, hè? Geloof me, dit is Maika, ja? Geloof me. Voor jou is dit een match. Ja. Is dit voor jou een match, jongeman? Kan je naast kijken? Ja, het kan. Hoe oud was je? 46. Oh, je bent jong, man. Ben een beetje jong voor hem. Krijg ik een hoe zeg je dat in het Engels? Een rondje. Een rondje. 360. For you, yes. For you, yes. Oké, bakka. Sorry, ik heb het. Mijn ogen knipperden. Can you do it again? Yes. Wait, stop. Hammer time, alright? Wait, alright. You see? Oh, no. Oh, you didn't see again. One time again. Yes. Yes, it's a match. Alright, my friend, come for. Come. Oh! Hi. What do you like? Eva. Lucas. You like him? He's chill, like relaxed. Relaxed guy. Yeah. But do you like his face? Like, is he papi chulo? Is he like your guy? He's good, yes. Yeah, okay. Anders kan ik gewoon je guy worden, hoor. Oh, yeah. He says, if I'm not your guy, I can be your guy. But I said yes already. Zei al ja, bro. Oh, yeah, maak niet zo awkward, bro. Maar is dit voor jou een match? Is dit die mamisita? Die oelala. Hoe zeg je, wat is je afkomst? Nee. Griekenland. Yes or no? I made 2-3 rounds for you, eh? So, okay, 4. I want. More. Yes. No, sorry. I good. No? No, man. You will let her spin 4 times? Okay, 5 and I say yes. 5 is yes. Okay, it's a yes. It is a yes. Yeah?
Alright, give a car a hug. Alright, take each other's hand. And maybe, wait. Maybe kiss. No, it's too much. No, that's too much, hè? Next day. Next day, okay. Let's go. Helaas is er nog één guy over. Oké. Stel jezelf wel mijn voorbeeld. Ik ben Nana, ik ben 26 jaar oud, ik woon in Utrecht. Je bent een chatty guy, dus daarom gaat DTO het even overnemen hier. Ga even iets anders doen. We hebben een paar matches, we hebben nog een paar dames. Zien jullie gezicht, jij ziet hun gezicht. Ja. Jij mag een match stelen, je mag iemand kapen. Je mag zeggen, jou wil ik toch. We hebben alle matches, elke dame hierbij. Je mag een match van me stelen. Dat is goed, mag ik kijken. Kom op. We hebben hier een match, daar een match en daar een match. Daar een match, oké. Even kijken. Nee, we gaan even kijken. Laat me kijken. Kan ik please give 360 please? Die is een rondje. 360. Zimbabwe. Deze AK gaat naar Zimbabwe, bro. Ja, man. Daar. Nee. Nou, wacht even kijken. Oké. Ik heb een keuze gemaakt, die is voor deze. Ja, yeah. Alright. Dus this, he gonna say, you're his match. Yes. But you can choose, do you want him or him? No. Do you want him? No. He paid for my dinner. Hey, Fred. I can take you tonight to Paris if you want. Oh, who has the most money? I can take you to Dubai. Oh my god. Hey, he's cap. I'm serious, man. Lady, think twice. Look at his, you know? Look at his. He look like a Yahoo boy, you know? I'm not a Yahoo boy. I'm not a Yahoo boy. I can do everything for you, man. Trust me, man. You look like gentleman, man. Yeah. You look more like I'm a serious gangster, boy, you know? Yeah, street boy. Do everything for you, get me. Wait, let me. What have you all in the toss, bro? I have one thing to save my girl, and this is this. Lady, look at this. This is yours now. Wait. All for me? You want to put? You want to put it in the bra? But baby, it's from you. If you chose me, you can take it for yourself. Wow. For yourself. I can take it to the rest. And wait. I'm wanting more. What have you in the tas? Smell it, baby. Smell very good. So, baby, mommy, who you want? You can choose Yahoo boy without money, or you can choose this guy and you have the pass, you know? You have it. You could eat to a restaurant, go to the five to the boat, you know? And I smell nice, yeah? I smell nice, yeah? And I have style, you know? Look the style. Babe, look at. You cannot do everything for you, trust me. Trust me, then. Bro, do rustig, ja? Er zijn genoeg vrouwen, bro. Now I feel confused. All right, why do you feel confused? Give me a good reason. I don't know. Or do you want him? Like plot twist. I don't know. Oh, he's taken. I can take you to the Louis store, go to your shop, and you get me. We're gonna make now a hard choice, you know, because yes. I'm gonna throw this. Show who you are on social, show who I am on social. How do you show it? Show me then. Show me who he is. Look. I am the guy that was take the scooter. Yes, I'm influencer. I was with the scooter. Okay. I was with the scooter to Paris with the scooter. With the scooter? Yes, look, yeah. I can show you. Look. Look at the followers. Oh my god. I must show you. You are famous. Yeah. But now. With the scooter. You know, I make YouTube content. Wait. Listen, you're going to Paris. I can take you this one. Let me see. To a good restaurant, you get me? Okay. What is this? In Paris? Yeah, Paris, yeah. I like Paris. Yeah, this but one go with scooter to Paris, one goes with the car, you know? Madrid, I can take you everywhere you want. Everywhere you want. Now. Take you everywhere. Boys. You want, you know? But we don't see your face, boys. Let me talk. Okay. Let her talk. Something is very important for me. Yes. So I don't like men to talk too much. You know, because I also work, I make my own money. Yeah, independent lady, I like then, it. Stand for your credit card, but I also had my money. So no, I think, nobody. I don't know, I think, no, nobody. We can also take you together. Why nobody? Yes. Now I don't like. Give me good reason, why? Because I looking for something more, you know? What's something more? Talk details, what's something more? No, I don't like men, like I have this, I do this, I don't. No, you don't know. To see the money, you know? I see, blah, blah, blah. You want to see it? Manager, we want to go today to Harbor Club. He's my manager. No, I go to Harbor Club alone. All right, bye-bye. I can take you to... Lady! Oh! Hey, I have to... No.
Zijn er nog iemand die wil switchen of iemand die denkt, hé, jou wil ik, zeg maar. Tweede ronde. Nee, nee, jij jouw hoeboy gaat naar Oslo. Dus er is niemand die denkt, hé, weet je. Wow. Kijk, ik laat het wel. Is je geraden, Bie? Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Laat in de comments weten wie je de volgende keer terug wilt zien. Want ik zie hier mooie dames die ik elke dag wil zien. Like, abonneer. En dan met z'n allen, ja, hoeboy!